Op de Beek is 18 oktober 1996 opgericht. Het is zaterdag 9 december 2017, midden in de winter. Er vindt een bijzondere gebeurtenis plaats in ons zo geliefde Prinsenbeek. Want na ruim anderhalf jaar flink sjouwen en verbouwen door vele vrijwilligers is het dan zover. De nieuwe huisvesting van Museum de Rijf wordt officieel geopend. En we begonnen natuurlijk met het zingen van het Beekse volkslied. De laatste vracht wordt op een ludieke manier verhuisd van locatie Vijverstraat naar het nieuwe onderkomen aan de Brielse Dreef. Naast de menner op de bok zien we de trotse projectleider Wijnand Bouwman. Het is nu al de derde keer dat hij al zijn kennen en kunnen in een nieuwe huisvesting van ons museum stak. Nog even terugkijken in de geschiedenis. Sinds 2005 zitten we nu al op de derde locatie. Locatie 1 was het verlaten stadhuis aan de Markt. Op 8 oktober 2005 geopend door wethouder Adank, die het nieuwe naambord onthulde met de naam De Rijf. De Rijf, een bijzonder functionele naam, omdat al de verzamelde spulletjes, als het ware met een rijf, een dialectwoord voor hark, bij elkaar is gereven, oftewel geharkt. Vrijwel alles is geschonken door Beekenaren die een goede bewaarplaats voor hun vaak kostbare bezit zochten. Museum de Rijf is daardoor uitgegroeid tot een echt cultureel erfgoedmonument van de Prinsenbeekse gemeenschap. Aan de Getrudeslaan was er toen de opslag- en herstelwerkplaats, genaamd De Werft, ons dialectwoord voor erf. Een aantal jaren is hier de enthousiaste werkgroep bezig geweest met het opknappen van de verkregen spulletjes. Zoals onder andere Goof Verdaasdonk met het poetsen van de kerktorenhaan. Met tromgeroffel, vendelzwaaiers en een heer Hout van het Gilde maakten de graaf en gravin van Bijland, de heer en vrouwen van Bosdal, een rijtour door ons dorp naar de Vijverstraat. Daar aangekomen werden zij verwelkomd door voorzitter Ad van Melis. Van harte welkom, graaf, gravin, blij met de luchtige hoogte. En samen met oud-wethouder Janus Ome is met een ferme druk op de knop dit nieuwe tweede onderkomen officieel geopend. Mag ik dan nu de graaf en de gravin Janus en Tom als eerste het gebouw betreden? En ik zou denken. In 2017 is ons museum wederom gedwongen om weer te verhuizen naar een andere locatie. Op de boerderij van Jan Smits aan de Brielse Dreef kwam de varkensstal leeg te staan. Met eigenaar Jan zijn hierover afspraken gemaakt en daarmee werd deze derde locatie in feit en de Rijf zal worden gevestigd in deze prachtige authentieke boerderij aan de Brielse Dreef 39A. Maar zoals gezegd, het was een oude varkensstal en niets meer dan dat. Het zou een hele klus worden om van deze varkensstal een prachtig museum te maken. Met een maximum aan optimisme en enthousiasme begonnen een flink aantal vrijwilligers onder leiding van Wijnand Bouwman aan deze uitdaging. Met vaklui die al hun kwaliteiten inzetten en daarmee voor een ware metamorfose zorgden. Daarbij gesteund met veel sjouwwerk en hand- en spandiensten door vele vrijwilligers. Cement, stenen, elektra, tegels, verf, vloerbedekking en heel veel energie werd gestopt in de totale verbouwing van een echte varkensstal tot een schitterend nieuwe ruimte voor het museum.
29 juni 2017. De nodige handtekeningen werden onder het huurcontract gezet. En toen kon de grote verhuis beginnen. Dan pas besef je wat er aan spullen in de loop van de jaren verzameld is. Je kan het bijna niet bedenken wat we niet in ons museum hebben ondergebracht. Met vereende krachten en inzet is dit natuurlijk ook weer gelukt. De maquette Markt in miniatuur kreeg als pronkstuk ook hier weer een prominente plaats. Zie je, wat een winst, zeg je niet normaal. Even wegzetten, man. Langzaam maar zeker kregen alle spulletjes een eigen plek. Zelfs de haan krijt op het dak. De hekken zijn nog gesloten, maar de eigenaar van de boerderij, Jan Smits, opent deze graag voor ons. Geertje Tax kreeg de eer om het lint door te knippen en zo de weg vrij te maken om de allerlaatste vracht symbolisch af te leveren. Bij deze laatste vracht zit ook de sleutel voor de opening van het nieuwe museum. Onder luid applaus bracht een trotse Wijnand de sleutel door de feesttent naar voorzitter Ad van Melis en kon het feest beginnen. Ja, dames en heren, ik mag dan zeggen als voorzitter van onze heemkundekring op de Beek en super trots ben en dat het natuurlijk toch geweldig is dat we zo in 20 jaar tijd, al ruim 21 jaar bijna, dat onze heemkundekring werd opgericht. En als wij ons realiseren wat er in de jaren bereikt en gepresteerd is, sommige musea wisselen met enige regelmaat hun collectie, maar in Prinsenbeek doen we dat iets anders. Wij wisselen met enige regelmaat van gebouw. Zij het gedwongen. Maar oké. Okay. We hebben uiteraard niet de pretentie dat ons museum zich kan meten met grote musea, maar zijn waarde heeft zich getoond door de meetbare belangstelling die het gekregen heeft en de onmeetbare emotionele gevoelens die het los heeft gemaakt en nog steeds losmaakt. Want hier liggen immers veel waardevolle spullen van Prinsenbeekenaren zelf, hun ouders of grootouders uitgestald om te laten zien hoe het er in het verleden aan toe ging. Een museum voor en door Prinsenbeekenaren dus. Een vereniging, en zeker een museum, kan niet zonder vrijwilligers. En met enkele tientallen vrijwilligers mogen wij niet klagen. En aan hen is dan ook mede het succes van zowel vereniging als museum te danken. Er zijn natuurlijk hier niet zomaar mensen aan het werk geweest die even in de namiddag een klusje hebben geklaard. Nee, het was vorig jaar juli, augustus, toen hier het werk werd begonnen. En er moest dus van een varkensstal, en dan praat je letterlijk over een varkensstal, niet om aan te zien. Jan, sorry. Maar... Ja. Jan, sorry. Jan, Jan zijn varkens gingen eruit en wij kropen erin. En Jan... We zijn we tot op heden en ook naar de toekomst toe jou erg dankbaar dat jij ervoor hebt gezorgd dat wij hier terecht konden, dat wij hier onze spulletjes neer konden zetten en dat we er zo'n mooi museum van konden maken. En dat niet alleen, want Jan zei niet van oké, nou dat is er goed, kom maar binnen en ik zie wel. Nee, Jan heeft ook nog meegeholpen en koffie gezet en limonade aangeboden. En hij denkt nog mee ook nog, want hij heeft verschillende goede ideeën aangedragen.
Maar het is gepresteerd. Het is allemaal geweldig gedaan. En daarvoor hadden we natuurlijk binnen ons bestuur iemand die daar al voor de derde keer toch zijn handen voor warm maakte. En we zien hem hier staan met de pet op. En overal aan, het kan niet meer. En dit soort karweien zijn Wijnand op het lijf geschreven. Anderhalf jaar keiharde dagelijkse inzet, dagelijks hè, heeft hij zich getroost om dit te realiseren. Wijnand, geweldig. We hebben zelfs nog even gedacht of we de naam van het museum nu moeten veranderen in het Bouwmanmuseum. We kunnen geruststellen dat er zonder jou geen museum zou zijn geweest. Applaus. Dan hebben we nog even, en ik wil even het woord geven aan Huip Jansen, die nog een kleine bijdrage heeft, ook als je voor de bijdrage. Huip, aan jou even het woord om de bijdrage te geven. Ik wou het aan jou doen, maar ik ga gewoon de penningmeester doen. Hij heeft daar gehad, maar hij heeft ook al uitgegeven. Maar symbolisch, Wijnand, wil ik je toch overhandigen. Hier bij de 500 gulden die we jullie toegezegd hebben. En ik wil graag het woord geven aan de vertegenwoordiger van de Brabantseen, Ad Jacobs. Ja. Ja, beste dames en heren, er is natuurlijk al heel veel verteld. Dat kan Ad goed. En heeft je ook een bijzonder goed gedaan. Maar ik ben heel blij dat ik hier namens Brabantse Heen, zeg maar, heel de Prinsenbeekse gemeenschap proficiat kan wensen met het nieuwe museum. Hartelijk proficiat. Dank u wel. Ik zou zeggen inlijsten en boven het bed hangen. Ja, ja. En knipogen en zeggen, we hebben het toch mooi gedaan. Ja. Dankjewel. Proficiat. Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht die ze aan mij hebben gegeven. Het is natuurlijk niet niks, ik vind het hartstikke fijn. En ook dit vind ik prachtig. Nogmaals, hartelijk bedankt. Bedankt. En ik wil graag aan jou het woord geven om even met de openingsplechtigheid zo meteen te danken. Ja, dankjewel Ad. Ja, dames en heren, Ad zegt het heel juist, hè. Ik sta hier namens het college van burgemeester en wethouders, maar bovenal ook als inwoner van Prinsenbeek. En nu met mijn 11e jaar als wethouder bezig. Ik woon inmiddels al 17 jaar met mijn gezin in Prinsenbeek. En dan wil ik u beschrijven hoe ik hier sta, want ik sta hier met ontzettend veel respect voor u, voor de heemkundekring, het bestuur, de vrijwilligers. Wijnand, onvoorstelbaar wat een klusje gedaan hebt. Wel verdiend ook dat je deze oorkonde hebt gekregen, deze waardering hebt gekregen. En ik ben bijna sprakeloos als ik zie wat daar allemaal gebeurd is de afgelopen jaar. En eigenlijk wou ik beginnen, we doen nog een keer een applaus voor deze grandioze mensen. Zo'n museum is een ontzettend belangrijk onderdeel van natuurlijk zo'n heemkundekring, want daar kan je zien hoe die historie eruit ziet, hoe het gegaan is, alle zaken uit het verleden. Maar het is ook, zo'n museum is ook echt iets wat hoort bij de identiteit van het dorp, wat hoort bij Prinsenbeek, wat hoort bij het gevoel wat de Beekenaren onderling hebben. Wat je ziet in de hele sociale structuur van Prinsenbeek, met het verenigingsleven, de carnaval en de heemkundekring heeft daar een hele belangrijke positie ook in. En wat dat betreft, het Breda's volkslied was natuurlijk ook, of het Prinsenbeeks volkslied was natuurlijk ook. Ik kom zo
opbrengen. Even knippen. Kijk, Prins Beeks voorziet was natuurlijk ook de mooie opening van vandaag. Want er was één regel die mij wel trof. Want Prins Beek, jij bent een parel. En hoe beter kan je dat nog beschrijven, hè, dan dat. Om met name dat dus te onderstrepen wat een geweldig dorp het is. En wat mooi het is om ook hier te wonen. Zijn jullie allemaal klaar? Ja, ja, ja. Oké. De sleutel. Net als op. Hey, we zijn erop. Magic stop. Even kloppen op de deur. Pas maar. Geniet van de herkenning in het museum. Ga kijken hoe mooi het geworden is. Allemaal bedankt voor jullie komst. En ik zou zeggen, geniet. Ik dank jullie allemaal wel. Morgen. De Prinsenbeekse Markt anno 1950 is ook hier weer een mooie blikvanger. In de museumwinkel vindt men alle informatie wat met Prinsenbeek te maken heeft. Petra Cornelissen demonstreert hoe vroeger de wol werd gesponnen. Voor velen een blik van herkenning. In de zijbeuk een verzameling spulletjes van vroeger. Zoals typemachines, radio's, werktuigen, gereedschappen, fototoestellen enzovoorts. Kortom, te veel om op te noemen. Ria van Beek demonstreert het weefgetouw. Annemarie Kleemans laat haar schilderkunsten zien. En tijdens het eten en genot van een consumptie kunnen in de feesttent verschillende handvaardigheden bewonderd worden. Door de enorme inzet van velen is dit nieuwe museum tot stand gekomen. En blijft de historie van Prinsenbeek toegankelijk voor iedereen.